Het is natuurlijk altijd leuk om een bosje bloemen van iemand te krijgen, maar helaas kan je hier vaak maar een paar dagen van genieten. Bloemisten geven wel een garantie dat ze een week staan, of nog langer dan een week, maar in de praktijk is het vaak zo dat ze na een paar dagen al beginnen te verwelken. Ik heb voor jullie de tip waardoor je je bloemen tot wel 7 dagen langer goed kan houden. Wat heb je eigenlijk voor nodig? Eigenlijk niet zo erg veel. Natuurlijk een bosje bloemen en een vaas met water. Wat je daarnaast voor nodig hebt is een muntje van 5 cent of 2 cent of 1 cent, zolang het maar koper is. En een eetlepeltje suiker. Nou, je begint natuurlijk eerst met de voeding van de bloemen zelf. Die doe je in de vaas. Hoppatee. Wat je daarna doet is het 5 eurocent muntje erin gooien. En daarnaast doe je er ook nog eens een lepeltje suiker bij. Het mengseltje van suiker, voedingsstoffen en de 5 eurocent zal ervoor zorgen dat de bloemen tot wel 7 dagen langer meegaan. Nadat je de bloemen hebt afgesneden aan de onderkant, zet je ze gewoon in de vaas. En kan je er een stuk langer van gaan genieten. Vond je deze tip nou leuk? Vergeet je dan niet te abonneren. Geef even een duimpje omhoog. En deel het met iedereen die je kent. Tot de volgende keer. Dat is handig.